We hebben zou rompelen, trots in aanbod, dat we het maar direct doornemen. We pakken de triët weer op in gewone kazen. We zijn vanuit Mar del Plata naar Uruguay te varen en wacht je op het goede nieuws van een aanstaande geboorte. En dat komt eerder als dat wij verwachten. We zorgen dat we in Buenos Aires komen om op kraamvisite te gaan. In stijl vanzelfs, dat wel. Dit is Carlos. Hij leidt ook mij aan boord op de club. En hij houdt dus een lift naar een bloemkastalta en zei vervolgens, ach jongens, neem die auto maar mee, ik heb hem dan het nodig. Je hoort hem mooi. We hebben zou rompelen, trots in aanbod, dat we het maar direct doornemen. We zien Walter en Roswitha weer van de Aloma, die hebben we voor het laatst gezien in Salvador in Brazilië en dus is het tijd voor een lekkere barbecue. Ek Rufino en Mario Comedel en dus wordt het ek weer een lekkere barbecue. We leren wat Spaans. Er komt even een ambulance del. En dan is het tijd voor leegwater in de haven, wat hier en daar toch wel wat probleempjes jouwt. Gelukkig net voor u. Met drie maanden zit het visum in Argentinië erop en maar wat eruit. We kunnen zelfs met de boot naar Uruguay, maar we besluiten om met de veerboot te gaan. Dat is goedkoper en het is ook nog leuker. We steken oer naar Carmelo, mijn grote katamaran. En ja, het is typisch Uruguay. Het verschil met gewone locatie is er eigenlijk net. Marcelo van de Haven noemt het Us, Walter en Roswitha en twee vrienden van hem
uitvangen door de barbecue bij hem thuis. We komen in een soort museum te wonen. Hij verzamelt van alles en vindt het prachtig. Dat museum is dan eigenlijk direct zijn werkplek. Hoi hoi! Esto es un canasto de basura, residuos. Canasto de residuos. Esto sí. Esto más o menos. En invierno, época de invierno, se trabaja mucho con esto. In the winter, he works a lot on this because it's a lot of hard work and you get it. Sí, de casa. De cacería son. Yo voy a cazar con él. Vayan allá, vamos, vamos. Vayan para allá, vamos. Los perros escuchan muy bien, ¿eh? Sí. Ahí tenemos. Sí. Está encerrado. Amigo. Sí. Tu padre, ¿no? Hij had een typisch Argentijnse barbecue. Eerst wordt hout verbrand, dan wordt houtskool gemaakt en dat wordt uiteindelijk onder het vlees gekookt. Wat je nou wat mij, kortom. Grien je nog wat mij een hin om. En dan is het feest alweer dingen.